Hey mensen van Gaming met de Thee, wij gaan verder met een video game drinks. Vorige week heb je echt gezien hoe ik de vlag probeerde na te maken, rood en blauw. Maar dat was met alcohol. Ik had beloofd deze keer zonder alcohol te doen. Het is een heel simpel drankje, maar het is wel heel erg lekker. En daar gaat het dan vooral op natuurlijk. Plus, hij moet gewoon oranje zijn, Nederland hè, dus dat hoort erbij. Ik zeg, laten we gewoon beginnen. En dan begin je natuurlijk met sinaasappelsap. Doeg. De kleur hoort er gewoon bij in Nederland dat je gewoon dat oranje pakt. Hij is wel echt super leeg, dus we gaan niet het glas helemaal vol maken, want hij is letterlijk leeg nu. Wat betekent dat we een halve glas gewoon doen, maakt helemaal niet uit. Het gaat om het idee dat je gewoon goed ziet wat de bedoeling ervan is. Dus, we gaan verder met citroensap wat je erbij doet. Dan moet ik hem even open krijgen, ja. Yes, hij doet het erbij. Nou. Mag je even wat citroensap erheen doen? Het mag een beetje zuur zijn, dat is geen probleem, want je doet er ook nog fruit erheen. We gaan verder. En het fruit dat ik hierbij heb gekozen, je kan ook zeker een sinaasappel schilkers erop doen. Ik vond het leuk om net even iets anders erbij te doen, gewoon om het zuurtje erin te krijgen. Gewoon een beetje tropisch idee. Ik hoop dat het blijft zitten, maar dit thee. En normaal doe je hem dus vol tot hier. En dan zit ook half je fruit onder water. Ik ga het een beetje intrekken, waarna dit watermeloen ook echt heel erg lekker is om aan te sabbelen. Maar sowieso is het gewoon lekker natuurlijk om aan te sabbelen. Je kan het wel zien, het is niet hoe het hoort te zijn. Sorry mensen, maar ik heb geen boodschappen kunnen doen deze week. Want ik had het heel erg gelukt. Maar het is wel toch wel gelukt, vind ik. Wat vinden jullie? Vinden jullie dat het gelukt of niet? Ik ben benieuwd, laat me weten in de reacties. Ik zeg cheers! Oh, dan moet je vaker sinaasappelsap maken. Het is heel zuur, je proeft het een beetje in je bank van wat samen ook in huis weet je wel een beetje zuur is. Maar het is echt heel erg lekker. Dit is best wel een goede snack erbij. Maar ik moet zeggen, ik hou het natuurlijk van watermeloen. Gaan we niet van watermeloen, maar de sinaasappelsap, de schil ervan gebruiken. Je kan normale meloen gebruiken. Je kan ananas gebruiken, je kan zo'n ananassap er nog doorheen doen als je wil. Je kan zoveel dingen doen. Eigenlijk alle soorten fruitsappen die je er doorheen wil doen kan. Let alleen wel op dat je dan de kleur, dat je daar een beetje op hebt. Dus dat je niet een rode fruitsap erbij doet, dan gaat hij echt. Dan wordt hij echt niet meer oranje die je wil hebben. Dus ananassap, sinaasappelsap, citroensap. Al die dingen kun je doorheen doen omdat het lichter is dan oranje. Of het is gewoon oranje. Dus. Ik zeg cheers, ik vind het heel erg lekker. Ik hoop dat jullie het ook lekker vinden en na gaan het thuis en mij vertellen wat je ervan vond. Doe natuurlijk een like en doe mijn favoriet. En laat me dus in de reacties weten wat je ervan vond. En ook wat voor drankje ik volgende week moet doen. Welke game moet ik pakken? Moet ik een andere game doen? Moet ik een tv-serie doen? Moet ik iets heel anders doen? Laat het mij maar gewoon weten in de reacties. Ik hoor het graag van jullie.